En nu is het tijd om mijn haar te gaan verven. En ik kreeg een pakketje binnen. Hey Rocky, Quickie! Goedemorgen, het is dinsdag Appie! Appiedag! Ja, we zijn klaar. In ieder geval, ik moet zo nog mijn haar doen. Maar mama, we gaan aan mijn billen zitten. Oh ja, ik zat gewoon over jouw rug en alles te vrij. Ja, die zit ook aan je lijf. Ik ben je mama, maar. Maar we gaan naar school. Ja. En nu is het tijd om mijn haar te gaan verven. Want ik ben natuurlijk van de week niet naar de kapper geweest. Dus ik ga het lekker zelf doen. En daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Ik heb liever dat het gedaan wordt. Maar ik had ook geen behoefte om 3 uur lang op een stoel te gaan zitten met een kapje op mijn mond. Daar trek ik echt een grens. En ik had het ook prima zelf. Ik had van de week al laten zien. Ik ga deze kleur erin doen. Dit is de Intens cacao. En ik heb een 2 gehaald. Dus het is tussen verf en een spoeling in. En dat komt omdat ik het natuurlijk permanent heb. Gebruik ik geen 3, want die is vrij agressief op haar. En heb ik van mijn kapster geleerd dat dat helemaal niet nodig is. Omdat zeker gepermanent haar verf sowieso beter zit. Echt belachelijk hoeveel klitten er in mijn haar zitten. Maar goed. Die er even uit. En ondertussen, als mijn haar intrekt, ga ik de badkamer schoonmaken. Dan ben ik toch aan het wachten. Dus dat vind ik altijd een hele goede timing. Ik laat 2 doosjes verven. Met 1 red ik het nooit. Mijn haar is echt te lang daarvoor. 2 is eigenlijk wel net aan de ruime kant. Maar ik gooi dat altijd gewoon allemaal in. Dan weet ik zeker dat ik niks oversla. Dat vind ik bij de achterkant. Dat je vrij snel een plukje niet hebt gepakt. En dan ja, weer een plukje dat dan niet gekleurd is. Dus ik hoop echt dat ik het helemaal goed doe. Het is ook echt nodig. Want kijk wat een kleurverschil er zo in zit. Dus dat is nog van dat ik het lichter had in mijn haar. Mijn haar is helemaal geverfd en ik ben het eerst aan het laten drogen. Ik ga het dadelijk pas doen. Als ik niet hoef te trainen, probeer ik dat altijd te vermijden. En ik kreeg een pakketje binnen. Dus sommige dozen gaan zo makkelijk, andere niet. Ik heb nog een spelletje besteld. En dat is deze. Exploding Kittens. En dit schijnt echt een waanzinnig leuk spel te zijn. Hij krijgt hele goede recensies. Ik heb verder echt geen idee. Ik heb het nog nooit gespeeld. Maar we hebben vaak nog spelletjesavond. Dus dan gaan we het zien. Ik ben heel benieuwd. Maar het schijnt dus echt heel grappig en leuk te zijn. Dus ik zal het moeten gaan zien. Oké. Ik weet echt totaal niet hoe het werkt. Je kan met 2 tot 5 spelers spelen. Het kost 2 minuten om het te leren en 1 kwartier om te spelen. Dus ik ben benieuwd. Hij gaat in ieder geval in de spelletjeskast. En dan ga je hem vanzelf een keer voorbij zien komen. Ik heb een klein vriendje op bezoek. Dit is Rocky. Je bent lief, hè? Hey, je bent een knuffelbeestje. Hi. Likken en knuffelen. Hij kent me amper, maar ik mag alles. Hij is zo lief. Je baasje in de tuin aan het helpen. En dat vind je helemaal niks. Hij mist je baasje. Hij zit de hele tijd naar buiten te kijken. Ah. Tijd om mijn haar eens een keer los te gaan halen. Ik ben echt heel benieuwd. Het is nog wel vochtig. Maar niet meer nat. Nou, ik denk toch te nat om het echt goed te zien. Ja. Het is stom. Als je het dan los haalt dat het nog zo nat voelt. Ik denk dat ik het misschien zo in de auto beter kan laten zien. Oh, daar baal ik van. Het voelde zo
droger aan en dat elke keer mijn knot wel verandert, dan drukt het elke keer op andere stukken. Maar alsnog. Ik ben nu wel echt benieuwd. Maar ik wil het niet feunen, want het gaat zo pluizen. En zeker als ik het net geverfd heb, dan pluist het eigenlijk nooit echt. Ik weet wel dat de onderkant sowieso een stuk donkerder is. En die was natuurlijk echt heel licht. Hé, hey, Rocky, kutje. Kutje. Kijk, Rocky is echt mijn vriend. Alleen Rocky, kutje. Ze gaat ook erbij. Elke keer gelijk verleren. Het is echt zo schattig. Hi. Dat is gek. Dan zie je jezelf. Dat is gek. Zeg maar hallo. Hallo allemaal. Hallo. Mooi, je bent zo'n schatje. Ja. Aww. Ik heb Sarah gezellig opgehaald. En ik heb een slokje bij op zo'n kunstje. Ja. En je ziet het nu wel een stuk beter volgens mij. Ik ga ze snel wegbrengen. Naar mijn afspraak. Lijkt trouwens een beetje zwarter. Hoe vind je het? Beter, hè? Alleen als ik het nog een keer ga wassen, wordt het natuurlijk nog iets lichter. En dat wil ik nog eigenlijk... Ja, ik moet het eigenlijk laten uithouden. Ik had eigenlijk een dag eerder moeten verven, denk ik. Of ik doe het vrijdagochtend nog een keer wassen. Dat kan wel. Ik probeer natuurlijk mijn haar niet te vaak te verven. Of te verven, dat sowieso niet. Maar ook niet te vaak te wassen, want dan wordt het zo vet. Zo snel vet. Maar misschien dat ik het dan toch vrijdag doe. Dan moet ik ook 's ochtends naar de fysio, maar het kan wel. Inderdaad, ik ga jou naar je afspraak brengen. En dan ga ik even snel langs oma. Ik heb ook pakjes voor opa. Want ik heb geen plek in de vriezer natuurlijk, omdat ik alles voor jouw verjaardag moet kopen. En dan ga ik elke ochtend, nu neem ik wat mee. Dan kan ik het gewoon op de fiets blijven doen. Zodat ik voor alles voor je verjaardag in huis heb. We gaan het weer proberen, tanken. Wacht, dan niet knijpen nog. Nee, los. Ik pak alleen deze. Dus niet de knijphendel. Steek hem erin. Wacht. Nou, heel knijpen. Deze slaat een beetje uit, zie je? Dus je moet, doe maar los nu. Heel klein beetje knijpen. Hij doet nog niks. Ja, hij slaat elke uit. Dus dan moet je hem loslaten en opnieuw. Hij doet. Nou, en ik wil hier met de liter in ieder geval de 10 liter in hebben. Dan snap je waarom hij elke uitslaat, hè? Eerst dat. Nou, we hebben 1 liter. Wauw. Kitty is er ook weer. En er is een video. Wat gaan we eten? Pannenkoeken. Pannenkoeken! Yay! Alsjeblieft. Gek kind. Oh, we hebben zo zitten kletsen. Mark kwam er ook op een gegeven moment nog bij. En het was zo gezellig. En toen keken we op de klok. Dus Kitty is snel naar huis. En wij gaan snel ons bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei.